de gemeente Zwolle, werkt aan een driedimensionale digitale tweelingstad. Daarmee willen we niet alleen de bestaande stad visualiseren, maar ook toekomstige scenario's weergeven, doorrekenen en integraliteit stimuleren. Via zwolle.nl/kaarten kun je de digitale tweelingstad in 3D vinden. Dit is dé onderlegger voor toepassingen in de toekomst. De focus ligt nu vooral op gebouwen, maar de stad bestaat natuurlijk uit veel meer, zoals bomen, wegen, water en bruggen. We weten al heel veel over onze stad. Denk in informatie over monumenten, hier in blauw en rood weergegeven. Maar ook informatie over mobiliteit, zoals de locaties van laadpalen en live informatie over de bezetting in parkeergarages. De digitale tweeling leeft. Naast basisinformatie over panden, zoals het bouwjaar en de grootte, weten we waar welke onderdelen zich bevinden, welke naam een gebouw heeft en nog veel meer. Op deze manier krijg je al snel overzicht en inzicht wat waar speelt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor energielabels. Zo heb je al snel inzicht in verschillende labels vlak bij elkaar, zoals je hier ziet. Deze informatie hebben we niet alleen voor een klein stukje van de stad, maar voor de hele stad. Afgezien van het tonen van al die informatie, kunnen we de digitale tweeling ook gebruiken om analyses op los te laten. Bijvoorbeeld door schaduwwerking te laten zien. In dit voorbeeld voor bestaande gebouwen. Maar dat kan uiteraard ook voor nog te bouwen panden. Op elk gewenst moment en op elk gewenste datum kunnen we dit simuleren. Zo krijg je zicht op het effect van nieuwe hoge gebouwen en zie je hoe ver de schaduw reikt. De digitale tweelingstad gebruiken we ook om effecten van scenario's inzichtelijk te maken, zoals bijvoorbeeld voor het bepalen van overstromingsscenario's. Zo kun je de effecten van verschillende scenario's laten zien. Dankzij een digitale tweeling kunnen we open, eerlijk en laagdrempelig effecten inzichtelijk maken. Wil je zelf de stad ook eens op een andere manier bekijken? Ga dan naar zwolle.nl/kaarten en leef je uit.